Vandaag presenteren wij jullie onze inspiratiebrochure. De brochure van Grafische Groep Matthijs, die, als het goed is, je nu in handen hebt en die we samen gaan overlopen, waarbij ik jullie ga laten zien wat er allemaal in staat en op die manier hebben jullie een beter zicht op alle mogelijkheden met die bijzondere koudfolie druktechniek. Laat mij even starten met een pagina die wat meer achterin staat, de pagina naast onze ondertussen bekende foliekop, die ook wel in de media is verschenen. Als we naar deze pagina gaan kijken, dan hebben we hier een mini drukpers op afgebeeld. En dat toont eigenlijk, als we gaan kijken naar papier input en papier output, de volgorde van bedrukken die we moeten aanhouden om al deze mooie effecten op koudfolie te kunnen hebben. En daar gaan we nu even in detail meer op ingaan. We gaan even samen de volgorde overlopen van het drukprocedé. Wij starten met blanco materiaal, wit papier, wit karton. Op de eerste druktoren brengen wij door middel van een klassieke offsetplaat een lijninkt aan. Deze grijs getinte lijninkt, een inkt met een, zullen we zeggen, hogere trekkracht, maakt het mogelijk dat op het drukvel, namelijk daar waar de lijninkt zit, zich zilverfolie in detail gaat hechten. En de zilverfolie, die komt van een rol. Even naar die rol kijken. Dit is bijvoorbeeld zo'n kleinere rol zilverfolie. Uiteraard ook te krijgen in smalle rolletjes, maar ook in die grote rollen van een meter breed die over het volledige drukvel gaan. Dit is de folie. Dit is eigenlijk de drager waarop de folie zit. En de folie, die haal je er eigenlijk met die lijminkt vanaf. En dan krijg je al die blinkende metallic effecten, zoals je ze hier eigenlijk op mijn hand ziet, op mijn vinger ziet, die hechten zich namelijk aan het papier en het karton. En het restant wordt opgewikkeld en gaat weg voor recyclage. We komen dus op dit drukvel met allemaal zilveren gedetailleerde accenten. En daar gaan we full color bedrukking bovenop zetten. Ja, full color bedrukking, daar hoef ik jullie echt niet uit te leggen hoe dat zit. Dit is gewoon full color drukwerk op wit papier. Maar de magie gebeurt wanneer dat je op dit zilver deze beelden gaat drukken. In één keer. En dan heb je bijzondere metallic effecten. En die zie je hier. Het zilver is omgevormd in alle mogelijke tinten metallic. En ook je kan met zwart er bijvoorbeeld een beeld bovenop drukken. Hier heb je goud gecreëerd. Hier heb je een, zullen we zeggen, een roos metallic. Je hebt groen metallic. Alle mogelijke tinten worden dus in één keer in je drukpers mogelijk. Omdat je dus, als ik dat nog even samenvat, start van zilver. Ik zal het zo tonen, handiger. Zilver met inderdaad daar bedrukking op. Ik ga even met jullie, nu jullie zicht hebben op de techniek, de brochure overlopen en we gaan even samen kijken wat er allemaal in te vinden is. Als we beginnen met de buitenzijde van de brochure, die is voorzien met zilverfolie, met bedrukking en we hebben die afgewerkt met een glanslaminaat, een glanzende plastificatie. Ja. Vandaar dus hier die hoge glans op. Overigens hebben wij in heel onze brochure telkens goed aangeduid wat we ermee gedaan hebben. En dat vind je in een hoekje op de pagina. In dit geval vind je op deze pagina, op onze cover, staat er silver foil plus CMYK en daarbovenop gloss laminated. En dat vind je, dat principe van uitleg vind je in heel de brochure terug. Als we de brochure open doen, hebben we meteen een split gemaakt. We hebben die wagen, zilver met bedrukking, in twee gedeeld, waarbij we deze pagina voorzien hebben van glanslaminaat, deze pagina voorzien hebben van matlaminaat. Dan zie je meteen wat het effect is, wat het verschil is in glans, in spiegeling, door te werken met matlaminaat of te werken met glanslaminaat. Let ook op de creatieve details, namelijk
de zaken die uitgespaard zijn in de folie. Ook dat is een belangrijke tip. Hè. Het koetswerk is hier in metallic gedaan. Je ziet ook aspecten van de wielen, maar je ziet dat de banden zijn uitgespaard. Je ziet dat de lichten zijn uitgespaard. Je ziet ook dat de ramen zijn uitgespaard. Het is namelijk de mix tussen folie en geen folie die maakt dat dit een evenwichtig en aantrekkelijk beeld vormt. Als we een pagina verder gaan, dan hebben we weer een pagina, in dit geval met mat laminaat. En hebben we ook gespeeld met een tekst. Hoe is dit toegepast? Herinner u het eerste principe. Zilver met bedrukking. Dus dit is een zilveren tekst, waarin het beeld van dit terras, zullen we zeggen, van deze straatstenen, bovenop het zilver gedrukt is. Dus het beeld loopt helemaal door bovenop het zilver. En door het matte laminaat vervaagt dat wat en krijg je als het ware een tekst die oplicht en een tekst die weer verdwijnt. Daar kan je heel erg goed mee spelen. Dat is ook in deze deur zo. Achter deze deur, of dat zeg ik te groot van deze deur, heb je een zilver oppervlak. En het volledige beeld van de deur met de kleur is er bovenop gezet. Als we naar deze pagina gaan kijken, dan hebben we een pagina die met zilver en cimaké, maar voorzien is van gloss varnish. Dus gloss varnish, dus alles waar varnish staat, wil eigenlijk zeggen dat we dat in één keer op de drukpers realiseren. Hier heb je die bijkomende afwerking, mat laminaat, nadien. Dit komt zo als drukvel uit de drukpers met de glanzende dispersielak bovenop. Let bij dit beeld ook op de enorme details die je kan krijgen, hoe fijn je de lijntjes kan maken. En ook hier weer zuiver zilver. En hier deze blauw metallic tekst is eigenlijk door het zilver door de lucht te laten bedrukken. Ja, dan krijg je gewoon het blauwe van de lucht bovenop je zilver en dat vormt de blauwe metallic. Hier heb je het horloge, waarbij er ook een uitsparing van folie is in de achtergrond. Dus het zwart is cimaké zwart. En hier heb je zilver met het volledige beeld erop gedrukt. Nog een pagina verder, eigenlijk ook wel een heel bijzondere spread. We hebben een nieuw trucje toegepast. Deze pagina is gedrukt, staat er ook telkens netjes bij, met zilver, folie en cimaké. En we hebben een soort kleurschijf gemaakt, waarbij een aantal percentages, ze staan duidelijk vermeld in de schijf, gedrukt zijn, waardoor dat je eigenlijk al een idee hebt van wat een bepaalde cimaké bedrukking geeft op het zilver. En zo kan je ook een beetje een kleur van folie gaan kiezen. Nou, je kiest eigenlijk niet echt een kleur van folie. Het is zilver, maar je kiest wel door middel van je bedrukking welke tintje folie uiteindelijk in het resultaat gaat hebben. Ook afgewerkt met glanzende lak. Hier zit ook nog iets bijzonders in. Een trucje toegepast met zilverfolie. Omdat wij drukken met die lijminkt, ja, met een gewone offsetplaat, die kunnen we natuurlijk ook in raster gaan drukken. En als wij drukken in raster, dan krijg je raster lijminkt. En raster lijminkt wil zeggen dat je dus ook rasterfolie krijgt. Herinner je dat die kleine zilveren elementjes van folie op mijn vingers, hè? Die zilveren elementjes, ja, die hechten zich dan heel fijn aan die puntjes lijminkt. En dan krijg je een raster in je folie. Daar kan je heel leuke creatieve dingen mee doen. Dus ook interessant. Hier hebben we ook nog even willen laten zien wat zwart geeft op folie. Hier zitten alle kleuren zo wat in. En hier heb je dus eigenlijk een 100% zwart gaande naar 0% zwart. Dus daarmee kan je verschillende gradaties in je zilver gaan bereiken. En deze hebben we er ook bij gezet. Dit is gewoon een cimaké op zilver om goud te creëren. Je vindt hierop allerlei typen goud in. Maar deze staat erbij omdat we hier iets bijzonders gedaan hebben. Ik heb in die voorbeelden nu altijd gesproken over zilver-goudfolie. Maar je hebt ook goud-koudfolie. Dus dat wil zeggen dat de kleur van de folie heeft al deze kleur. Goud. Dit is dus geen zilver met bedrukking. Dit is gewoon gouden folie. En deze pagina hebben we gemaakt met de goudfolie. Dit is de basiskleur goud, 100% goldfolie. Dat staat er goed op aangeduid. Hier hebben we ook een bedrukking op die goudfolie gedaan, waardoor je ziet dat je heel warme, krachtige goudtinten, die zelfs gaan naar een soort oranje goud, kan creëren. En hier hebben we er ook een beeld op gedrukt. En je ziet hier ook weer dat folieraster
Want je ziet detail in die lippen dat er eigenlijk een uitsparing is naar wit, het wit van je papier. En dat wordt door het folieraster bereikt. Hier ook heel duidelijk uitgelegd, goud koudfolie en dan de gloss varnish erbovenop. En natuurlijk ook nog een aspect van CMYK hier bovenop gezet. We gaan weer twee pagina's verder. Een heel creatieve pagina, zilver met bedrukking. Let hier vooral op de fijnheid van de lijnen. En hoe eigenlijk een mix tussen folie en geen folie maakt dat dit een heel krachtig beeld is. Je moet het maar eens heel goed bewegen in het licht en gaan bestuderen in de details. Dan zie je dus lijntjes in folie en ook gewoon full color vlakken. En die afwisseling maakt dat dit heel prettig is en het licht op diverse manieren gaat vangen. Dit is dus vooral de bedoeling om even te inspireren. Let ook op de witte teksten. Wit is bij ons altijd heel mooi wit, want je hebt gewoon het wit van je papier. Dus een volledige uitsparing in je bedrukking. In folie uitgespaard, daar waar de folie de witte tekst kruist, maar ook uitgespaard in de full color natuurlijk. Dit is een zwart-wit foto. Zwart-wit, beelden op zilver, ja, dat is altijd heel erg mooi. Omdat dat refereert een beetje naar die vroegere zwart-wit fotografie, waarbij je op die zilveren platen dat zwart had zitten. En ja, dat geeft gewoon heel bijzonder. Hier met een glanzende lak. De tekst, witte tekst, is dus uitgespaard in de folie. En het blauwe dat je hier ook ziet, je ziet in detail dat dat een blauw metallic is, dat is ook gewoon blauw gedrukt op de folie. En ja, blauw op folie geeft blauw metallic. Zwart op folie geeft dat contrast met dat zilver, krijg je donkerder zilver, waardoor je dus een zwart-wit beeld heel goed kan maken op je folie. We blijven verder bladeren. Deze pagina heeft weer wat nieuws. We hebben in de vorige pagina's altijd gewerkt met een glanzende dispersielak. Hier hebben we pagina's met de matte dispersielak. Heel eenvoudig. Gewoon op de drukpers wisselen en een keuze maken. En daar kunnen we ook goed advies in geven. Mat geeft natuurlijk een mat folie effect, maar is ook qua lichtinval heel erg bijzonder. Hier hebben we ook nog een creatief iets in de achtergrond gedaan, namelijk die erretjes van die Golden Result. Dat erretje is gerepeteerd in de achtergrond en dat erretje is in zilverfolie overal uitgevoerd en dan is het volledige beeld erbovenop gezet. Dus dat wil zeggen dat je hier het paarse, krijg je een soort paars metallic erretje dat langzaamaan een veel donkerder erretje wordt en dat eigenlijk bovenaan bijna een zwart erretje is, waardoor je enkel nog het contrast hebt tussen je donkere bedrukking en het blinkende metallic erretje dat er ergens onder verborgen zit. Deze lepel heeft geen folie. De folie zit in de achtergrond rondom de lepel en de bedrukking ook. Maar dat is ook meteen een tip die we willen geven. Als je met metallic voorwerpen werkt, is het vaak interessant om die uit te sparen en tegen een folie achtergrond te gaan zetten. Zeker met een matte lak. Want dat metallic effect eromheen, dat slaat als het ware neer op je metallic voorwerp. En je hebt gewoon een gevoel van metaal. En dat kan je eigenlijk prachtig gaan weergeven. En dan nog even deze pagina. Mat dispersielak op de drukpers. Met nog iets extra erbovenop. Heel goed aangeduid. Mat varnish plus spot UV. Ja, spot UV, dat is in zeefdruk. Dat doen we niet meteen op de drukpers. Dus je drukvel, als het klaar is met die matte lak, gaat even naar de zeefdrukker. Die maakt daar een vorm van, een zeef van. En die gaat met die spot UV, daar waar je het kiest in je bestand, bovenop dit drukwerk een hoogglans aanbrengen. En hier zie je die hoogglans. Die hoogglans is hier aangebracht in dit vlak. En dan zie je meteen hoe je hier een heel grote spiegeling krijgt. Ten opzichte van hier een mat zilver. En met dit effect kan je heel erg knappe creatieve effecten bereiken. Dus combinatie matte lak en spot UV. Echt interessant om ook eens goed te bestuderen. Ja, we blijven maar verder door de brochure gaan. Hier hebben we nog even zwart gedrukt op zilver. Om dat te illustreren hebben we hier het zuiver zilveren beeld gedrukt. Zuiver zilver beeld zonder inkt.
Dat wil dus zeggen dat je hier een A, een G, een R, een I, een K, dus eigenlijk een vrij platte, blinkende, zilveren letter krijgt. Maar door de bedrukking van je zwart te variëren, kan je daar eigenlijk een 3D-effect in krijgen. Want je gaat schaduwen creëren, dus je gaat eigenlijk je letter een bepaalde dikte kunnen geven. Heel erg leuk, dus om eens even naar te kijken. Gewoon zilver. En dit is hetzelfde plaatje als dit plaatje, maar gewoon zwart opgedrukt en uiteraard ook zwarte schaduwen omheen dat zilver gezet. Heel simpel en kan je heel knappe dingen mee doen. Hier zitten nog zilveren details in die dop, in dat flesje wat hierop afgebeeld is en in die heel fijne tekst. Moet maar even kijken hoe fijn je die tekst kan toepassen. En hier ook met je bedrukking erop. En hier is gewoon witte stukjes uitgespaard en eigenlijk een zwarte tekst op het zilver gezet. Ook om even te tonen dat zwart op zilver goed leesbaar blijft. Omdat zwart dekt het zilver behoorlijk goed af en dat contrast blijft goed overeind. Dus als je teksten wil hebben die je toch nog goed wil kunnen lezen tegenover een folieachtergrond, ja, kies ze dan zo donker mogelijk als je ze gewoon volledig op de folie gaat zetten. Deze pagina, ook weer wat bijzonder ingestoken. Zie je niet meteen op het eerste zicht, maar als je ze in detail gaat bestuderen, dan ga je zien dat dit zwart in die achtergrond toch heel anders is qua zwart dan dit zwart. En dat komt omdat dit zwart is eigenlijk zwart gedrukt bovenop zilver. We hebben dus een volledig zilveren achtergrond. De bloemen zijn uitgespaard in het zilver. Het wit is uiteraard ook uitgespaard. Dat hebben we ondertussen geleerd hoe dat kan. Maar dan hebben we het raster van het zwart aangepast. Dat wil zeggen dat we hier 100% gaan. En hier naar die lichte partijen toe drukken we gewoon minder zwart op het zilver. Dus waardoor dat er meer zilver naar boven komt en je eigenlijk een ander contrast krijgt. En natuurlijk kan je ook je zwart perfect in raster gaan drukken. En dan krijg je heel zachte overgangen van donker naar eigenlijk een soort zilveren lichtvlekken, zilveren bollen die hier in je brochure komen. En een zilveren gloed geven. En ook zilveren details door die lijnen, door die blaadjes te krijgen. En de witte teksten, ja, die zijn gewoon volledig uitgespaard in het zilver en in het zwart. Dus verrassend resultaat. En dan zit er hier nog een beetje full color op allerlei kleine zilveren elementjes die dan weer tegen niet-folieachtergrond staan. Dus ook daar goede contrasten die mogelijk zijn. Een pagina die, als je ze in detail bekijkt, waar je heel veel van kan opsteken. Ja. Koudfoliedruktechniek wordt heel veel gebruikt voor bijzondere visitekaartjes. Ja, het is eigenlijk ook ons visitekaartje, maar het kan ook meteen jullie visitekaartje worden om aan anderen te laten zien. Vandaar ook een aantal voorbeelden in, zullen we zeggen, visitekaartjesvorm. En nog eens het idee geven, ja, verzin het maar. Het is eigenlijk allemaal mogelijk. En door te gaan werken, in dit geval ook met de matte lak, blijf je ook een zeer goede, prettige leesbaarheid van alles hebben. Alles wat met matte lak is, knalt minder en is wat prettiger om, zeker voor een visitekaartje, om alle gegevens op te kunnen zien. Geeft een zachter effect. Ja. Deze pagina staat er ook weer op. Matte vernis. Daardoor krijg je ook hier weer dat matte zilver. En dan hebben we weer al, zoals daar straks, een spot UV toegepast. Spot UV, die kleine vierkantjes die je ziet, die puntjes. Dat is allemaal in zeevruk spot UV. Dan krijg je hoogglansdotjes bovenop je matte zilver. Maar ook op deze tekst die hier staat, die zilver is met bedrukking, die wordt als hoogglans tegenover een matte achtergrond weergegeven. Spot UV, je ziet het heel erg blinken en je voelt het ook. Je hebt de brochure in handen. Als je even je hand eroverheen laat gaan, dan voel je overal waar die hoogglanslak zit ten opzichte van dat zachte matte van de dispersielak. Deze pagina, ja, daar hadden we daar straks al bij de start even stilgestaan. Wat hier eigenlijk ook nog bijzonder aan is, is raster. We hebben daar straks gesproken over lijminkt in raster drukken, dus waardoor de folie zich in kleine elementjes als raster aan het papier gaat hechten. Hier zie je in al deze details waar het wit is, een zachte raster overgang. Dat maakt dat je niet zo'n harde folielijnen krijgt, maar een soort zacht, weggegomd, weggeborsteld folie-effect. Dat maakt heel bijzondere overgangen mogelijk.
En dan hebben we er natuurlijk ook nog overal full-color-bedrukking op. Dus ja, een aparte foliekop krijg je hiermee. Deze pagina, hier hadden we de drukpers in het mini op afgebeeld. Herinner die volgorde: lijminkt, folie en dan CMYK en dispersielak, al dan niet glans of mat in één keer. CMYK kan ook nog vervangen worden door 4 Pantone kleuren, kan ook handig zijn. Dus, maar deze configuratie kan je dus inderdaad in één keer gaan toepassen. En we hebben op deze pagina nog allerlei leuke weetjes samengevat. We laten zien hoe fijn je iets kan gaan uitsparen in de folie. We laten je een gradient on cold foil ontdekken, namelijk een zilver met een fijn pasteltintje op. Dat geeft een regenboog effect aan kleur. Hierop, je kunt make the size of a font very, very small. En zie eens hoe fijn je kan gaan werken. Nog eens even dat principe, zilver met je bedrukking. En wat krijg je dan in beeld? En ook nog in folieraster in die buizen gebracht, hier ook nog een vlakje folieraster. Ja, dus het zit vol met zaken die je maar eens rustig moet bekijken en kan gaan ontdekken. Meestal als we aan deze pagina komen, heeft iedereen zoiets van, dit zijn de foliekleuren die we kunnen gaan kiezen. Ja, er kan natuurlijk nog veel meer dan alles wat hierin staat, want het is eigenlijk bijna oneindig wat je aan foliekleuren kan gaan realiseren. Deze pagina is ook volledig met zilver en bedrukking. En hoe zit die in elkaar? Hier heb je telkens een vakje met je CMYK kleur. Het tweede vakje is een zuiver 100% zilver vakje, waarop deze kleurcombinatie aan CMYK, die staat er in detail onder vermeld, bovenop gedrukt is. En hier heb je dan een afgeleide van die kleur, in dit geval een 75% en een 50% van al deze percentages, waardoor dat je dus met 1 à 4 pagina, met vrij veel basisverhoudingen en tinten, al kan gaan kiezen, ja, hoe kan ik leuke blauwe metallic effecten krijgen, groen metallic, diverse goudsoorten, hoe kan ik naar de rode, de paarse tinten, ook koper, brons vind je hierin terug. Dus een pagina die jou al heel veel kan helpen om ergens een goed idee te hebben van welke kleur je uiteindelijk gaat krijgen wanneer je drukt op zilver koudfolie. Nog een pagina waarbij we een aantal zaken tonen. Bijvoorbeeld hoe fijn je kan gaan in fonts van 10 punt, hier staat die tot 3 punt. En je kan deze tekst in zilver nog altijd lezen. Heel erg knap. Wit uitsparen van een tekst in zilverfolie, waar je moet op letten. En ook hoe leesbaar het eigenlijk blijft. Hè. Een zwarte tekst op folie, hoe die afdekt en hoe het contrast blijft. En hier ook nog heel fijne tekstjes met een heel fijne bedrukking erbovenop. Hè. Zilver ten opzichte van de zwarte achtergrond. Hier zitten nog wat tinten overheen. Fijne lijnen. We hebben hier ook heel goed de lijndiktes aangeduid. En dan zie je wat er overeind blijft tegen een witte achtergrond. Maar ook als je ze in het wit uitspaart tegen een zilveren achtergrond. Dus ook het omgekeerde gaan werken. Dat vind je allemaal hierin terug naar creativiteit en techniciteit toe. En dan sluiten wij af met nog wat bijzondere voorbeelden. Ja, ondertussen zijn we heel erg fan geworden van die gradient op koudfolie. Het is iets wat ook heel erg trendy is en wat men eigenlijk vaak ook ziet in bijzonder drukwerk voor events, voor promotionele acties, ook voor bijzondere verpakkingen. En dat laten we hierin zien. Dit is allemaal zilver met dan inderdaad die bedrukking op, die gradient, wat maakt dat je eigenlijk heel zachte overgangen hebt en hele mooie, fijne foliekleuren. We hebben dat hier ook eens in toegepast. Ook een zilveren tekst. Hier ook een zilveren tekst. CMYK, olievlekachtig zullen we zeggen, een gradient op. Dit is met mat laminaat. Uiteraard dit gedeelte dan ook, dus die hele pagina. Maar hier bovenop, om het goed afgescheiden, hebben we met spot UV hoogglas een vlakje op aangebracht. Dat wil zeggen dat we daarmee ook kunnen laten zien dat wat eronder zit, namelijk je matte folie, omwille van de mat laminaat, kan je volledig aan foliekracht weer in spot UV gaan ophalen. Dus
Dat biedt ook weer heel erg leuke creatieve combinaties. Met name voor boekcovers, waar vaak een plastificatie of een matte plastificatie aangewezen is, kan je ook nog met Spot UV in details echt zaken naar boven gaan halen. En dat is zeker de moeite. Onze laatste twee pagina's van de brochure. Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Zilveren tekstje, full color tekstje. En deze zilveren tekst staat hieronder. Dit full color vlak is hier bovenop gedrukt. En dan heb je een verborgen tekst. Die kan je dan, moet je maar eens goed in detail bekijken. Learn the rules like a pro komt hier eigenlijk achter te staan. En dit komt er als het ware bovenop. En door kan je gaan spelen en een bijzonder creatief effect mee gaan bereiken. Hier hebben we nog wat grappige details in toegepast. Gewoon een leuk beeld, dus ter inspiratie. De laatste pagina van onze brochure. Mat laminaat, duidelijk aangeduid, met Spot UV. De tekst die je hier ziet, de titel De Hobbit, die is daar eigenlijk niet op gedrukt. Als je goed gaat kijken, dan zie je dat dit een zilveren vlak is, met ook weer folieraster, want je ziet hoe dat we gebrushed hebben in die haren, en waardoor die folie zich daar zacht tussen verweeft, ook in de stof van deze kledij, hoe je die zacht die overgangen kan maken, want hier zit voor de rest geen folie achter, dus enkel achter dit stuk en achter dat zwaard. Daar zit bedrukking op, mat laminaat, en de Spot UV is als het ware een soort blinddruk in Spot UV. En het is enkel de Spot UV die de volledige foliekracht weer naar boven haalt. En die volledige foliekracht maakt dat je die tekst onder alle omstandigheden fantastisch goed kan zien. En dat die een heel krachtig metallic tekst wordt. Dus dat biedt ook veel mogelijkheden. Het matten van dat zwaard, ja, ook heel erg dankbaar om even in het licht te laten heen en weer bewegen qua effect. En we sluiten af met, ja, uiteraard onze glansgelamineerde cover. En ook zilver met bedrukking in dit beeld nog even in toegepast. Dus deze brochure, je hebt hem nu in handen. Gebruik hem, geniet ervan. Bel ons, mail ons als je nog vragen hebt. En we hebben hem in de versie met naam, maar we hebben hem ook in de naamloze versie. We noemen die al eens even de anonieme versie. Dit biedt de mogelijkheid om je eigen visitekaartje hierop vast te hechten. En het op die manier aan jouw eigen klanten te presenteren zonder dat je verplicht bent om met onze naam rond te lopen. Dus voor de rest is deze brochure volledig identiek, dus maak er gebruik van.